Sint Maarten is zwaar getroffen door de orkaan Irma, die gisteren over het eiland trok. Op het Franse deel van het eiland en het nabijgelegen Sint Barthélemy zijn volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken zeker acht mensen om het leven gekomen. 23 anderen raakten gewond, over slachtoffers op het Nederlandse gedeelte is nog geen informatie. De communicatie met het eiland verloopt moeizaam en het openbare leven ligt plat, volgt de persconferentie van premier Rutten en minister Plastek over de situatie op de Bovenwindse eilanden vanaf 11 uur hier live. Een aantal kritieke functies kunnen niet op gang komen, zegt luitenant T.C. Egbert Stoel in het NOS Radio E-journaal. Het vliegveld is niet begaanbaar, het ziekenhuis is heel beperkt open. De brandweer is ernstig geraakt en de haven is niet beschikbaar. Ook regeringsgebouwen zijn niet beschikbaar en het steunpunt van de kustwacht is ernstig geraakt. Met militaire communicatiemiddelen is het gelukt om contact te krijgen met het eiland. Maar de reguliere communicatie lijkt nog geheel plat te liggen, zegt marinewoordvoerder Stoel. Hulpverlening of er op het Nederlandse gedeelte van Sint Maarten slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. Stoel, onze prioriteit is nu om het vliegveld van Sint Maarten vrij te maken zodat je mensen en middelen op het eiland krijgt, maar het is meer dan eenemelijk dat de lokale bevolking en gewone gebouwen getroffen zijn. De ministers die betrokken zijn bij de hulpverlening op de eilanden, komen vanochtend bijen in Den Haag. Minister Plastok zegt tegen de NOS dat het beeld van de situatie op Sint Maarten nog niet compleet is. Over slachtoffers heeft ook hij nog geen informatie. De minister hoopt dat vrijdag een eerste hulpvliegtuig op het eiland kan landen omdat de nieuwe orkaan Jose zaterdag wordt verwacht. De marine is met twee schepen vanuit Aruba en Cuaso onderweg naar Sint Maarten. Op beelden van defensie is de schade goed te zien plundering en correspondent Yikdraa heeft begrepen dat de sfeer op het eiland grimmig is. Het beeld dat ik heb gekregen via mijn contacten is niet gunstig. Er vinden al plunderingen plaats, zegt hij. En de straten van Pilitsburg zijn geblokkeerd door puin. Dat levert nog een extra gevaar op. Mocht de nieuwe orkaan Jose langs Sint Maarten komen, de avondklok is op het eiland nog steeds van kracht. Volgens de bronnen van DRA houden veel mensen zich daar niet aan. De handhaving van de avondklok is op dit moment een probleem. Dat is ook een probleem voor de hulpverleners, want iedereen loopt elkaar dan voor de voeten. Sint Maarten, Frans, en Sint Maarten, Nederlands, vormen een eiland in het Caraïbisch gebied. Sint Maarten telt zo'n 32.000 inwoners en Sint Maarten zo'n 42.000. Maar er wonen ook duizenden illegale Haitianen op het eiland. Het hele eiland is 86 vierkante kilometer groot. Het Nederlandse deel 34 vierkante kilometer. De hoofdstad van het Nederlandse deel is Pilipsburg. Daar staat ook het ziekenhuis. Het Sint Maarten Medical Center. Er zijn twee brandweerkazernes. Een Impielerburg en een bij het vliegveld. Op Sint Maarten is het censuur vroeger dan in Nederland. Op Saba en Sint Eustatius is de situatie volgens Luitenant ter zee Op Saba zijn wel omgevallen bomen en is er schade. Maar het openbare leven lijkt daar redelijk te functioneren. Dat geldt ook voor Sint Eustatius. Wel is daar de weg tussen de haven en het vliegveld beschadigd. Die moet worden vrijgemaakt. Het lijkt er volgens Plastic op dat er op die twee eilanden geen slachtoffers zijn. Ondertussen ligt in het gebied alweer een nieuwe orkaan op de loer. Jozee, die komt waarschijnlijk zaterdag aan in het gebied. Op dit moment wordt de koers zo ingeschat dat het systeem geen orkaanwinden veroorzaakt in het getroffen gebied. Meld weer online. Hij buigt eerder in noordelijke richting. De orkaan is bovendien minder krachtig dan Irma. Het is nu categorie 1 en kan nog uitgroeien naar categorie 3, op een schaal van 5.